Het is 26 mei en de 28e Leiden Marathon is van start gegaan. Dit jaar voor het eerst met een wandeleditie op de zaterdag. Wandelaars hebben 10, 21 of 42 kilometer afgelegd. En hier achter mij komen ze binnen. En natuurlijk krijgen ze net zoals alle hardlopers ook een mooie medaille bij binnenkomst. 21 kilometer, hoe lang heeft u erover gedaan? We zijn om 12 uur gestart en we komen nu net binnen. Dus we hebben 5 uur gelopen. Met pauzes. Het was hartstikke leuk. Het was druk. Het was goed verzorgd. En het was heel warm. Alles is mooi natuurlijk. Langs het water, al die bootjes die je ziet. Dat is gewoon geweldig. En heel goed georganiseerd. En ook de buurtmensen. Die stonden met water. En je kon daar naar het toilet bij de mensen zelf thuis. Het was gewoon helemaal geweldig. Het ging heel erg goed. Ondanks dat het een beetje misleidend was. Ze hadden mij verteld dat het 21 kilometer kroegentocht was. Weinig kroegen gezien, maar het was heel gezellig. Ik heb het gehaald, ben heel blij. Ik denk dat ik volgend jaar misschien nog wel weer inschrijf. Ja, absoluut. Morgen wordt de 10, de 21 en de 42 kilometer hard gelopen. En natuurlijk ook de kidsrun. Het wordt wel extra warm. De lopers van vanavond die zullen daar niet zoveel last van hebben. Want de 5 kilometer start in het donker. 3, 2, 1, je was echt heel snel binnen, hè? Hoe ging het? Ging goed, de parcours was snel, dus het is lekker gelopen. En wat vond je van de route? Ja, veel mensen, langs de kant, ging goed. Ja, het is leuk, gewoon leuk met die wat oudere huisjes eromheen, inderdaad de mensen met lichtjes en allemaal heel enthousiast. Ja, het is leuk. So you're not from the Netherlands? Nee, London, England. And why are you here? To do 5K run! And how did it go? It went really, really well, actually. It's very good because everyone was cheering on and doing lights and stuff. Everybody was really supportive. Ja, ging goed. Ja, ik heb een PR gelopen. Dat is altijd goed, toch? Volgend jaar weer? Ja, volgend jaar weer. Tuurlijk. Leuke route. Ja, heel veel mensen die heel veel leuke dingen hebben gedaan onderweg. Fakkels en lichtjes en van alles. Heel gaaf. Wat ik het leukst vond, dat ik met mijn dochter gelopen heb. En dat we samen over de streep zijn gekomen. Dat is wat allerleukst. Ja. En wat vond je van de band onderweg? Oh, geweldig. De slechte band is zo slecht nog niet. Dus helemaal goed. Ja, geweldig. De 1700 wandelaars en de meer dan 1000 lopers van de 5 kilometer zijn inmiddels over de finish. Vandaag is het de beurt aan de mensen die de 10 kilometer, de hele en de halve marathon gaan hardlopen. En het wordt warm. Het wordt heel erg warm. Maar de organisatie heeft gelukkig gezorgd voor maatregelen. En het wordt gewoon een hele mooie dag. Beter jongen. Jan, het is hier weer groot feest in Groenendijk. Wat hebben jullie dit jaar georganiseerd? Ja, we hebben standaard eigenlijk muziek. Aanmoedigen van alle lopers. We hebben dit jaar nieuw hebben we de waterdouche. We gaan er lekker doorheen. Ja, er wordt ontzettend gebruik van gemaakt. Meer dan ik verwacht had. We staan hier bij de brug over de Rijn die elk jaar speciaal voor de Leiden Marathon wordt aangelegd. En dit is ook het punt waar de mensen moeten splitsen. Ze gaan of de 21 of de 42 kilometer aflopen. Gelukkig is het niet zo warm als dat iedereen vreesde. Het is een beetje bewolkt, er staat een lekker windje. En onderweg hebben heel veel mensen voor water en waterdouches gezorgd en natuurlijk voor een mooi feest. We zijn op de Splinterlaan in Leidendorp en daar komt de 21 kilometer doorheen. En ook dit jaar doen ze weer mee om de Bart Lahiem lokaal, de locatie die het best al die lopers aanmoedigt en er het grootste feest van maakt. Vorig jaar zijn ze op de eerste plaats geëindigd samen met Oud-Aden. En om het extra spannend te maken hebben ze ook allebei het thema het Wilde Westen gekozen. Het is inmiddels bijna 12:30 en dat betekent dat in Leiden de kinderen al staan te popelen om aan de kidsrun te beginnen. Heb jij een paar tips voor mensen die gaan hardlopen? Nou, niet te hard starten en ja, gewoon
gewoon lekker op je eigen tempo. Heb je een beetje geoefend? Ja. Weet je ook hoeveel kilometer het is? 2 kilometer. En ga je voor de winst? Of ga je gewoon lekker achteraan lopen? Eigenlijk voor de winst. Heel veel succes. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Heb je ooit zo snel gerend? Ik zag je vliegen over die finish. Nee, echt nooit. Had je verwacht dat het zo goed zou gaan? Nee, ik dacht echt dat ik ging verliezen. Maar ik kon nog op het einde nog inhalen. Oh. Ben je er blij mee? Heel erg. Het is altijd al mijn droom geweest om deze run te winnen. Want ik ren hem al echt heel lang. En nu uiteindelijk eerste. Was je heel zenuwachtig? Een beetje. Ik wou natuurlijk wel winnen, want vorig jaar was ik tweede en het is de laatste keer. En wanneer in de race dacht je bij jezelf, nou, ik maak nu een hele goede kans? Nou, ik sprint altijd heel erg op het laatste. Dus dan op het eind ga ik sprinten. Van harte gefeliciteerd. Je mag niet meer meedoen met de kidsrun. Ga je nou volgend jaar met de grote mensen meedoen? Ja, ik heb wel vaker met de 5 meegedaan. Dus ik wil misschien volgend jaar met de 5 meedoen. De geruchten gingen dat Oud-Aden dit jaar niet zou meestrijden om de Bartlehiem-bokaal. Maar jullie zijn toch goed hier tevoorschijn gekomen. Ja. Dat was precies de uitdaging die we nodig hadden. Hè. Ze zeiden van, dat wordt niks dit jaar. Dus een aantal mensen die vorig jaar zeiden van, we hebben het nu 5 jaar gedaan, dat is wel genoeg. En via het lokale krantje en via Facebook uitgedaagd. Nou, als je ons uitdaagt, dan staan we er weer. En thema het Wilde Westen? Thema is het Wilde Westen. We hebben gehoord in Leiderdorp is er een andere club die het ook doet. Maar wij zijn vele malen beter natuurlijk. Er werd heel veel warmte verwacht vandaag. Hoe zien de lopers er op dit moment uit als ze voorbij komen? Ik heb er geen verstand van, maar ik heb bewondering voor die mensen. De eerste 4, 5 die lopen alsof ze even de hond uitlaten. En nu zie je nog mensen binnenkomen die er echt fit uitzien. En respect. We hebben de douche gemaakt op verzoek van de organisatie. We hebben bier, we hebben straks muziek. Dus het kan niet meer kapot. Over from Ireland. Yesterday I walked the 42k, so I've already done it. I know what they're all going through. It was so hot. Mark, my husband, he should have been doing it today, but he's hurt. So I'm injured. Last year I did this marathon, and out of all the marathons I've done, this is my favorite marathon. So I says, when I finish last year, no matter what, we're either going to come back and run it, or we're going to come back and spectate in Oud-Aden. This is the best area to run in. The crowds are amazing and them coming out everywhere. Yeah. If there's a prize, you should win it. How's the party? Party's great. The party's great. So I can't good, think so of good. Anywhere else who would rather run than here. Yeah, it's so fantastic. Next year, will either be here spectating or running again. Ik wil niet heel erg onbeleefd klinken. Maar het ziet er naar uit dat u al iets ouder bent dan de gemiddelde leeftijd hier. Dat is best heel goed mogelijk, ja. Ja, dat klopt wel. Maar dan toch zo fit om gewoon de 10 kilometer te starten hier? Nou, die 10 moet wel te doen zijn natuurlijk. Hè. Dat, absoluut, ja. Nee, ik ben 72, het moet te doen zijn dit. Het is mooi loopweer, het is iets afgekoeld. Dat is natuurlijk jammer, hè, want daar heb ik heel weinig excuses. Maar we gaan het gewoon doen. Leuk. Een groot gedeelte van deze groep is lid van een soort van studentenhardloopvereniging hier Leiden. Dus dat is heel leuk. Welke studentenvereniging? Koerimoes. Ja, Koeri wat? Koerimoes. Moeilijke naam. En wie van jullie is dan de beste? Van harte gefeliciteerd. Een verschil van 100. Ik heb het nog nooit zo spannend gezien volgens mij. Op de 10 kilometer, het is echt niet normaal, maar wel echt leuk. Ga je er op het eind onderuit? Dus maak het dan extra blij dat je gewonnen hebt op het eind? Ja, ik denk, ik was een beetje overhit of zo. Ik wist niet meer waar ik mijn hitte kwijt kon. Dus ik was wel blij dat ik er was. Ja, schitterend. Dit is een topprestatie wat die mensen leveren. Echt prachtig. Je moet echt in je hoofd heel erg goed zijn om dit te kunnen presteren. Dat vind ik echt top.
Vandaag ben ik 70 geworden, 27 mei, ja. En met groots onthaal hier binnengehaald. Ja, kijk, we hebben een fantastische loopgroep. En ik dacht dat ik hier vandaag alleen zou lopen. Maar vanmorgen in de Pieterskerk stonden nog 21 lopers die met me meegingen van de groepen. Dus dat was fantastisch. Ja. En hoe ging het onderweg? Tot 31 kilometer als een zonnetje. En ik heb nog nooit zo'n laatste zware 10 kilometer gehad. Dus, Want loop je vaker marathons? Dit is mijn 120ste. Dus, Jarenlang zelf georganiseerd en dan nu meelopen. Hoe is dat? Heel gaaf. Je ziet nu eindelijk wat er langs het parcours gebeurt. Fantastisch. Zoveel muziek onderweg. En de bewoners met water en van alles, aanmoedigingen. Echt, het was superleuk. Dankzij mijn buddy. Ja, jij liep mee met Running Blind. Wat is dat precies? Ik ben slechtziend, dus dat is een groep om slechtziende of blinde mensen een beetje uit isolement te krijgen. We hebben een bandje om en bij een put of iets onregelmatig trekt ze aan het touwtje en dan moet ik mee. En dan volgen? Ja, dan volgen, anders heeft het geen zin. Soms trek ik terug. Maar gaaf, heel gaaf. Henkje was de allerlaatste hele marathonloper die vandaag binnenkwam. Hoe ging het vandaag? Oh, ik was angstig, want ik kom van Zuid-Afrika, een hele tijd daar gehardloopt. En daar, als je de laatste bent, nemen ze je van de baan af als de laatste auto. Zo, ik was heel angstig en ik keek long. Maar die mensen hebben me omhelst. Ik ben nu 71 en het gaat steeds achteruit. En zo, ik raak verlegen om laatste te zijn, maar dit is buitengewoon. Ik had nooit gedacht om laatste te zijn, het zo vrolijk zou zijn. Wat vond je van de Leiden Marathon? Wel, ik heb 2 Amsterdam en 2 Rotterdam gedaan, maar de pracht, schoonheid en de geschiedkundige molens. En ik voelde alsof ik een winnaar was, want de toeschouwers... Is dat een goede woord? De aanmoediging is echt buitengewoon geweest. Als je de 28e Leiden Marathon moet samenvatten, wat zou je dan zeggen? Een zware, voor ons. Maar voor het publiek, voor de lopers, ook zwaar, want het was best wel warm weer. Maar veel publiek die ook heel erg geparticipeerd hebben, heel erg meegedaan. En nu komt alles binnen en het is vrijwel zeker dat alles ook goed binnen is. En kan je achteraf bekijken dat er nou zo'n pak weg, moet ik even schatten, een stuk of 10 mensen in de medische tent terecht zijn gekomen. En die ook allemaal weer netjes naar huis gegaan zijn, die opgelapt zijn. We hebben gewoon een heel mooi feest georganiseerd. Wel anders dan normaal van ons. Nou ja, goed, daarvoor ben je organisator. Je hebt die verantwoordelijkheden, dus die pak je ook op.